komt de Hans Zimmerdal van Arnhem. De prachtige Optioxive van 1953. De achtcilinder in lijn. Hij heeft hem al 5 jaar. De tweewieler wordt perfect gerestaureerd. Roy de Bitter zit er bovenop. Hij komt hier het hoogst. Het is een Garelli Junior Special Monza van 1970. Voertuig is een Minerva G van het Belgische leger en van 1952. Er ligt een 2 liter motor in, 4 cilinder. Hij verpent het weer uit het hoogst. 68 de Volkswagen Buggy. 1600. Deze machine staat op een ingekocht kevenchassis. Auto. Je zult er denken van, hè? Ja, dit is gemodificeerd. En was dat hier is, trouwe bezoeker van de Waldheimer Festival, samen met zijn zoon. In 1973 in Sparta, in Kitka. Thank you.